geraakt, ik word geraakt. Ik ben... Welkom bij Seb eSport. We spelen vandaag The Secret Gamer. Ik sta hier naast Joey en Damien. Het zijn broers, hè? Jullie zijn broers? Ja, dat ja. Klopt. En wij gaan vandaag proberen de identiteit te achterhalen van The Secret Gamer. We gaan doen via games. Dus dat betekent als jullie straks een game winnen van The Secret Gamer, krijgen jullie een hint. En die hint zit verscholen achter die gouden enveloppen. Er zit in één envelop helemaal niks. Dus dat zou jammer zijn. Die moeten we niet hebben. Wie hopen jullie dat de Secret Gamer is? Wie hoop je het? Dat het is? Gerard Joling. Ja, dat is precies. Dat zou ik ook heel leuk vinden. Hoe goed zijn jullie in gamen? Niet supergoed, maar we zijn hier ook niet slecht. Nee? En wat gamen jullie thuis altijd? FIFA, Formule 1, Rocket League en Fortnite. En wat is jullie beste game? FIFA. Samen FIFA, denk ik. Nou, hopen dat we FIFA gaan spelen. Je hebt er zin in, hè? Ja, heel erg. Jij bent een beetje zenuwachtig. Hoe komt dat? Omdat hij er zoveel zin in heeft, dat hij zenuwachtig is. Ja, dat snap ik ook wel. Nou, zullen we hem erbij gaan halen? Ja. Hier is The Secret Gamer! Ja! Het zou Gerard Joling best eens kunnen zijn, Jos of Mattie, hè? Ja. Gaat u lekker zitten. We gaan nu kijken welk spel we gaan spelen. En het is... Oh, het wordt Mario Kart. Nou, dat is lekker toch, hè? Bent u ook een beetje goed in Mario Kart, een Secret Gamer? Ik denk het wel. Wint een van jullie? Nou, dan mag je natuurlijk een hint uitkiezen. Als jullie allebei winnen, mogen jullie allebei een hint uitkiezen. Ja. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. We zijn er klaar voor. Secret Gamer klaar? Ja. Start. Ik sta eerste. Ik sta tweede. Ik sta voor de Secret Gamer. Nee, echt niet. De Secret Gamer staat eerste. Secret Gamer staat derde, mensen. Ik sta tweede. Ik sta tweede. Ik mag geen fouten meer maken. Oh, kut. Ik maak een helemaal fout. Ik sta eerst. Ik kom eraan. Ik ben achter je. Secret Gamer staat derde. Ik sta eerst, Dame. Maak je me geen zorgen, ik sta eerste. Oh nee, ik word geraakt. Ik ben... Ja. Oh nee, je staat eerst. Je hebt me geraakt. Ja, vriend. Dat is de bedoeling. Jongens, laatste ronde volgens mij. Jammer. Nu, hè? Nu moet er wat gebeuren. Hij raakte me met de rode... Met zijn rode stoel. Dit gaat niet goed hoor. Ga door. Ja, yes. Hey, lekker. Ja, ik sta eerst. Niet lekker. Ik sta achter hem. Ja, maar je moet er voorbij hem. Lekker, Dame. Zien te blokken, dat kan ons gaan helpen. Nee, ik ben geraakt. Ja. Yes. Oh. Ja, dit gaat goed. Wij staan eerst en derde. Yes. Dat is één hint tot nu toe, jongens. Kom op, dan moeten er twee hints worden. Kom op. Blauw shell, Joe. Ja, ik sta... Nee. Oeh. Ik ben geraakt. Hij is geraakt. Kijk uit, een blauwe shell. Kijk uit. Ja, ik heb hem van gewonnen. Ik heb van hem gewonnen. Nee. Ja, ik heb één hint. Nee. Eén hint. Dus juist, één hint. Je haalde hem in de laatste bocht in. Ja, heel goed, jongens. Eén laatste. Lekker. Hadden jullie nou ook een bepaalde tactiek samen, of niet? Nee. Gewoon racen, ja. Welke gaat het worden? Vijf. We gaan voor vijf. Jullie gaan voor vijf. Ja. Heel zeker, hè? Ja, heel zeker. Allebei zeggen jullie vijf. Jongens, dit is jullie hint. Gio. Is het Gio? Nee, dat is Gio. Dit is Gio? Ja. Wat zou het zijn? Wat zou het betekenen? Dat het een YouTuber is. Ja, het is een YouTuber, denk ik. Omdat hij met hem heeft samengewerkt, dat kan natuurlijk ook. Of kan dat ook. Hij, misschien is het wel niet. Zijn broer. Zullen we hem nog één vraag stellen? Ja. Heeft u meegedaan aan Legends of Gaming?
Secret Gamer, heeft u meegedaan aan Legend of Gaming? Nee. Oké, dus dan is het Joost niet. Nee. Nou, dat is even lekker. Dat is Joost is het niet. Dat is wel een goede vraag in ieder geval. Ja, ja. Maar wie is het dan wel? We hebben eigenlijk nog een hint nodig, toch? Ja. Zullen we naar het volgende spel gaan? Want daar kunnen we een hint verdienen. Ja, dat is leuk. Gaan we eerst eens kijken welk spel het gaat worden. Ja. Wat hopen we? FIFA. FIFA steeds. Natuurlijk. Dit is het volgende spel. Het is FIFA. Yes! Lekker even, hè? Dat is even lekker. Volgende week zien jullie of Joey en Damien kunnen winnen van de Secret Gamer met FIFA. Let's go! Dit is lekker, zeg hé. En komen ze weer een stapje dichterbij de identiteit van de Secret Gamer.